leuk. Je weet natuurlijk wat er nu gaat gebeuren, hè? Of heeft papa en mama dat niet verteld? Nee? Nou, dan ga je het zo wat meemaken. We gaan beginnen met vaak het moeilijkste moment voor prins en prinses en prinsenpaar. Ik wil jullie graag het podium op hebben. Bram, Danielle en Sip. Roy. En we hebben ze natuurlijk ook. En onze voorzitter komt er ook even bij. Dit soort momenten. Bram, Danielle, Sip en Pleun. Pleun was ook een klein prinsesje natuurlijk. Hè. En nog steeds. Wij zijn heel blij dat jullie de afgelopen 2 jaar bij ons zijn gebleven als prins en prinses. We hebben heel veel plezier met jullie gehad. We hebben ook veel van jullie geleerd. Hè, want Bram, ik moet zeggen, jij neemt vaak het voortouw in zaken. En daar hebben wij heel veel plezier van gehad. En het leuke ervan is dat we dat allemaal gemerkt hebben. En ook de programmacommissie heeft dat gemerkt. Want, Fred, dankjewel. We staan hier met z'n vieren en het mooie is, 2 jaar geleden, toen wij gevraagd werden als prinsenpaar, was het eerste wat in ons opkwam, dat gaan we echt niet doen. Carnaval in Huizen Bouwman, dat was eigenlijk een iets wat niet gevierd werd. Uiteindelijk hebben we het wel gedaan en als we terugkijken naar de afgelopen 2 jaar, dan hebben we inmiddels een parel in ons midden, een jeugdprins in ons midden. En we kunnen niet anders zeggen dan dat de afgelopen 2 jaar voor ons een achtbaan van alleen maar hoogtepunten waren. En daarvoor willen we natuurlijk heel veel mensen bedanken. Maar in ieder geval, wat we willen bedanken zijn ook onze zustervereniging De Wasknipus. Want we hebben 2 echt geweldige jaren gehad en een enorm feest gevierd. Natuurlijk ook onze ouders zitten daar ergens. Want zonder hun, hadden we toch Sipe Pleun nergens anders kunnen thuis laten. Dus voor de oppas en alles wat jullie voor ons gedaan hebben, super bedankt. En ook al onze vrienden, enorm fijn dat jullie ons gesteund hebben. En er altijd aanwezig waren en leuke dingen en goede dingen voor ons gedaan hebben. Maar natuurlijk ook de Gentenarren. En dan heb ik het over alle geledingen van de Gentenarren, maar in het bijzonder... Daar staan ze, de mannen van de Raad van Elf. Daarvoor mag best een applaus gegeven worden. Alhoewel, Elf. Hè? 2 jaar lang prins vind ik wel een hele lange ontgroeningsperiode om straks misschien ook bij jullie te mogen gaan staan. Maar ik heb jullie vanavond wat langer laten staan dan anders. En ik vind het toch elke keer mooi om te zien dat ze dat dan altijd weer voor je over. En in die zin, alle momenten die wij beleefd hebben, het was een super periode. Bedankt. Danielle. Sip. Maar jij moet natuurlijk ook wat aan doen, hè? Ja. En daar hebben we iemand voor die dat voor jou doet. Ja, ik denk dat ook onze voorzitter dat bij jou ook gaat doen, hè? Ja. Dat gaat zeker gebeuren. Ja. Sipe Stoempertje wordt al genoemd als prins 2030-2031, hè? Dus wordt genoemd. Je moet wel carnaval blijven vieren, anders gaat dat niet door, ja? Geweldig. Gent de Kwijkers. Dat is ook een traditie, de Gent de Kwijkers zingen altijd een mooi lied voor de prins en prinses en zijn familie. En moeten ze gaan zitten? Ik wil bij de kleur, u is voorbij, een tranen zal
weer geweldig afgelopen. Wij dragen als trotse inwoners van Gent, alle vrijwilligers van Gent, maar in het bijzonder de brandweer, een warm hart toe. Zo is dat! De sfeer, de warmte, de gezelligheid en de saamhorigheid is niks zonder de toomeloze inzet van de vrijwilligers. Ook het verenigingsleven bouwt en vertrouwt op deze enthousiaste dorpsgenoten. Wij hopen dat deze kracht ons dorp nog vele jaren mooie en nieuwe herinneringen gaat geven. Wij, Jan-Willem de Buitengewone en Anita, vinden het een eer om als principaal van de carnavalsverenigingen, de Gentenaren en de Wasknieuwers samen met jullie het carnavalsfeest te mogen vieren. Het doet ons goed om te zien dat de carnavalsverenigingen in Lingewaard samenwerken om het carnaval hier bruisend te houden. Voor ons in het bijzonder met de narreboer uit Angeren. Ik proclameer dat wij, Prins Jan-Willem de Buitengewone en Anita, de Gentse vrijwilligers een warm hart zullen blijven toedragen, de Gentse tradities hoog in het vaandel blijven houden
en dat wij samen met de wasklubjes en de Gentenaren het een spetterend carnavalsfeest van zullen gaan maken. Dit alles onder het motto: gewoon vuurdonder. Er staat hier een geweldig mooie prinsenpaar. Ik denk dat we de meeste mensen aardig hebben verrast. Ik heb alle namen gehoord, maar deze niet. Dat hebben we goed gedaan, denk ik. En dan mogen we ons best wel even op de borst kloppen.